Mijn naam is Benjamin Verdonk, ik ben toneelspeler. En ik ben eigenlijk nogal divers in wat ik maak. De laatste jaren maak ik naast iets klassieker toneel kijkkasten die een sterk contemplatief karakter hebben. De stap die ik gezet heb naar die kijkkasten die ik op dit moment maak, is veel meer vertrokken vanuit een verlangen om de autonome acteur die ik ben, die zichzelf op de voorgrond plaatst, om die eigenlijk naar de achtergrond te doen bewegen ten gunste van de dingen. Binnenkort sta ik met twee kijkkasten in de brakkegrond die achter elkaar bekeken kunnen worden, die ik bedien. En dat zijn twee grote dozen die opgebouwd zijn zoals een klassiek baroktheater. Wat betekent dat die coulissen hebben, dat die backdrops hebben. En gaandeweg ontwikkelt er zich een spel van licht en schaduw, van kleur en geen kleur, verglijdingen daarin die een compositie volgen. Je kunt gaan zitten en je kunt je gewoon 2 keer 20 minuten lang laten meevoeren in een wereld die u compleet onbekend is. Dus ik stel mij een soort van onderdompeling voor in een totaal ongekend universum. Mijn allereerste voorstelling heb ik in de Brakkegrond gespeeld. En ik denk dat ik nagenoeg elke theatervoorstelling die ik heb gemaakt in de Brakkegrond gespeeld heb. Een anekdote, iets dat ik me herinner in de Brakkegrond, is dat ik samen met Willy Thomas een voorstelling gemaakt heb met het werk van Toon Tellegen, de 313 verhalen. Misschien wisten zij alles. Dat was echt fantastisch om te spelen. En waar we, denk ik, de eerste keer dat we die in Nederland speelden, ook mee in de Brakkegrond kwamen. En toen is Toon Tellegen zelf komen kijken. En die zat op de achterste rij en die was voortdurend aan het gniffelen. En ook op momenten dat de rest van het publiek niet aan het lachen was. Maar dat was een heel, heel bijzonder moment. En Toon is ook vanaf dat moment echt als een heel trouwe toeschouwer naar alle voorstellingen komen zien die ik in de Brakkegrond speelde. De allereerste voorstelling die ik speelde en waarmee ik ook in de Brakkegrond speelde, heette Wat ik graag zou zijn als ik niet was wat ik ben. En dat was tezamen met de muziekgroep Think of One. En wij waren samen voor de allereerste keer op tour en hadden daar enorm veel plezier in. En ons decor bestond uit een aantal takken samengebonden met een touw. En dat hing in het grid en ik sprong dan vanuit het grid in die takken. Dat was eigenlijk de opening van de voorstelling. Nu hadden wij, toen wij in de Brakkegrond kwamen, geen takken bij. Want we dachten van, takken, dat is overal te vinden. Nu, Amsterdam is natuurlijk iets minder bebost dan ik bedoel, er waren iets minder parken in de buurt dan wij hadden gedacht. Dus dat was een heel avontuur om aan takken te geraken. Maar dus ik herinner mij dat ik 2 uur voor de voorstelling toch met een zaag naar het Rembrandtplein ben gegaan en dat daar zo wat rond, zonder dat iemand het zag vliegen van takken, uit een perkje gezaagd heb en daarmee teruggewandeld naar de Brakkegrond. Toen ik net van school kwam, was Amsterdam natuurlijk een stad die tot de verbeelding sprak. Dat was een grote stad, dat was anders dan de steden die je rondom rond kent. Een vrijgevochten stad, of in ieder geval die indruk hadden. Dus dat was naar de Brakkegrond gaan betekenen, ook naar Amsterdam gaan. En dat betekende ook meestal meer dan 1 keer spelen achter elkaar. Dus dat betekende ook overnachten in Amsterdam. Dus dat betekende ook uitgaan. Dat betekende ook mensen tegenkomen, vrienden die je er had bezoeken omdat je overdag tijd had. Dus doorgaans was naar de Brakkegrond gaan een feestje.